De meervoudsvorm. Je leert drie manieren om een meervoudsvorm te maken: de meervoudsvorm op en, zoals broek, broeken. de meervoudsvorm op s, zoals cadeau, cadeaus. de meervoudsvorm op apostrof s, zoals auto, auto's. De meervoudsvorm op en plak je direct achter het woord. Boek, boeken, toets, toetsen, stoel, stoelen. Meestal maak je de meervoudsvorm automatisch goed. Als je twijfelt, gebruik dan een woordenboek. Bij sommige meervoudsvormen moet je ook andere spellingregels gebruiken. Pet, petten. Stof, stoffen. Jas, jassen. Hier zie je een verdubbeling van de medeklinker om de lettergreep gesloten te houden: week, weken. Sloot, sloten. Taak, taken. Hier zie je dat een klinker wordt weggelaten. De open lettergreep. Eindigt op één klinker. De meervoudsvorm op S plak je direct achter het woord. Cijfer, cijfers. Periode, periodes. Aardappel, aardappels. Meestal maak je de meervoudsvorm automatisch goed. Als je twijfelt, gebruik dan een woordenboek. Je schrijft apostrof s om te voorkomen dat de uitspraak van het woord verandert. De meervoudsvorm op apostrof s zet je zonder spatie achter het woord. Auto, auto's, tosti, tosties, taxi, taxis. Als je twijfelt, gebruik dan een woordenboek. Geef de meervoudsvorm van de zelfstandige naamwoorden. Familie krijgt een S en wordt families. Fles krijgt EN en een extra medeklinker en wordt flessen. Computer krijgt een s en wordt computers. Plant krijgt een en wordt planten. Pasta krijgt apostrof s en wordt pasta's. Paraplu krijgt apostrof s en wordt parapluus.